Goedendag mensen, mijn naam is Joel. Vandaag wil ik jullie laten zien wat ik heb gekocht. Ik heb namelijk een soort van shop vlog dingetje voor jullie. Ik ga jullie laten zien wat ik heb gekocht en waar ik het heb gekocht. En ik zou zeggen, laten we gaan beginnen. Yo mensen, even serieus. Nou, het eerste wat ik heb gekocht is namelijk deze jas. Hij komt van Pull & Bear. Hij was 16 euro. Het is echt een hele fijne winterjasje. Hij heeft een hele vette camouflage print, zoals jullie zien. En de kraag is echt super chill. Hij gaat helemaal dicht. Dus voor de winter is hij echt super ideaal. Dus dat was mijn eerste aankoop. Mijn tweede aankoop komt van de Primark. Het is namelijk een bodywarmer, zoals jullie zien. Hij was 7 euro. Hij is echt super warm, ook voor de winter. Hij heeft ook een capuchon aan de achterkant. En ik vind de kleur echt heel vet. Dus vandaar dat ik dacht van, deze moet ik dus gewoon kopen. De derde aankoop komt namelijk ook van de Primark. Het is namelijk dit blouseje. Een donkerblauw blouseje. Hij is echt heel casual. Hij kostte maar 5 euro. En ik dacht van, mooi meenemen. Mijn volgende aankoop komt van de Britten. Namelijk deze snapback. Het is namelijk een hele vette pet van Chicago. En nog wat. Hij is rood. Ik had echt een rode pet nodig. En hij kostte maar 15 euro. Dus van de Britten. De volgende aankoop komt namelijk van de Primark. Namelijk deze oordopjes. En deze waren maar 1 euro. De volgende aankoop komt namelijk van de Zara. Namelijk deze sokken. En deze waren maar 2 euro. En ik vond het echt heel vet. Yo, meenemen. Deze aankoop komt namelijk ook van de Primark. Dit is een riem, hij was maar 1 euro en hij zit echt super chill. Volgende aankoop, geloof het of niet, komt ook van de Primark, namelijk dit shirtje. Ik vond de print echt zo vet van dit shirtje en ik dacht echt van, yo, deze moet ik kopen. Hij kostte 8 euro en ik vond hem echt heel vet. Volgende aankoop komt ook van de Primark, namelijk een ander shirtje. Deze was iets simpeler. Deze kostte maar 1 euro en ik vond hem echt heel vet, want hij is paars en hij matcht goed met mijn Roche Runs. Dus ik dacht van, yo, deze ga ik kopen. En de laatste aankoop is namelijk deze broek. Hij komt ook van de Primark. Waarom ik hem zo vet vind, is dat hij zo'n lage kruis heeft. En dat vind ik echt super chill. En deze kostte maar 10 euro. En hij is ook heel vet voor je sneakers als je die eronder draagt. Dus dat was eigenlijk een beetje wat ik heb gekocht. Lieve mensen, we zijn gekomen aan het einde van de video. Ik weet dat die heel kort is, maar ik weet niet wat jullie van dit soort video's vonden. Vonden jullie deze video nou vet? Geef dan even een duimpje omhoog en laat eventjes jullie mening weten. En misschien maak ik wel meer dit soort video's. Ik bedank jullie enorm voor het kijken naar deze video's. Je kan me volgen op Twitter, Facebook en Instagram. Die staan hieronder in de beschrijving. En ik zeg ciao. Yo mensen, even serieus.